In het weekend van 23 en 24 november transformeerde de jaarbeurs Utrecht in de grootste Comic-Con van Nederland. Ruim 35.000 mensen hebben het evenement bezocht. Een weekend vol entertainment en vermaak met alles op het gebied van superhelden, films, series, comics, games, merchandise, speciale gasten en nog veel meer. Een spectaculair onderdeel is de cosplay. Dit is een vorm van performance art waarbij de deelnemers gebruik maken van kostuums en accessoires om een bepaald personage of een idee uit te beelden. Het woord cosplay is ontstaan uit kostuum en play en is sinds 2008 opgenomen in het woordenboek. De rage is medio 1983 in Japan begonnen. Dat is er één, dat is twee. Lekker mooi. Thank you.
Cosplay-kostuums lopen sterk uiteen en kunnen variëren van eenvoudige outfits tot zeer gedetailleerde en uitbundig, waaraan veel tijd en geld is besteden. Cosplay wordt over het algemeen gezien als iets anders dan Halloween en carnaval, aangezien het bedoeling van de kostuums is om een specifiek idee of personage uit te beelden, in plaats van cultuur of symboliek, die bij het feest hoort. Als zodanig, zolang het kostuum dragen, zullen cosplayers vaak proberen om het gedrag en lichaamstaal van de personages over te nemen. Uiteraard met pauzes er tussendoor. Of je van Superman, Batman, figuren uit Disneyfilms, Star Wars, Harry Potter of fantasieseries houdt, jong en oud, dik en dun, groot en klein, doe dan cosplay mee. Het is film hoor, het is film. We moeten bewegen. Uiteraard. Oh, dan beweeg maar wat u wilt. Iets doen wat je thuis niet doet. Ja. Even iets anders doen dan de normale dingen die we altijd. En het is gezellig. Heel mooi. Oké, veel plezier nog vandaag. Zo, zo gevaarlijk gekeken, hè? Nice. Ik ga nu tas kopen. Oh, jij gaat nu die tas kopen. Ik ga er even door. Hallo. Voor mij is het niet zozeer voor de comics en de personages. Het grootste deel voor mij voor de fun is één keer per jaar doe ik aan LARP en hier kan ik dat character ook een keertje dragen. En er is eigenlijk niemand die je raar aankijkt. Je kan lekker doen en laten waar je zin in hebt. Iedereen heeft het naar zijn zin. Heerlijk. Beautiful. En bevalt het vandaag? Ja. Ja? Ja. En wat vinden jullie van de beurs? Geweldig. Wat is je gevoel als je hier loopt? Leuk, alles is een beetje anders. Het is fijn om iedereen te zien. Voel je je vrij gewoon? Ja. Weer kind? Ja. Men ervaart een gevoel van vrijheid in het laten en doen wat in het gewone leven niet kan. Voor sommigen is het een terugkeer naar hun kindertijd.
maybe Genji, if I could play him well, but that's not... I can't.